Ruim 2,5 uur nadat het Nederlandse marinevliegtuig van het marinevliegkamp Valkenburg is opgestegen, duikt het 200 kilometer ten noordwesten van Ierland door de wolken naar beneden. Laag over de oceaan scherend draait het een laatste bocht om precies boven de Russische marineschepen uit te komen. Dit is de nieuwste aanwinst van de Sovjetvloot, de Novorossiysk. Een vliegdekschip uit de Kiev-klasse dat onlangs gereed kwam op een marinewerf aan de Zwarte Zee. Nu is het 32.000 ton metende schip op weg naar het noorden van de Atlantische Oceaan. Waarschijnlijk om zich daar bij andere Russische marineschepen aan te sluiten. Er vaart een kleine geleide wapenjager uit de Kashin-klasse als escorte mee. Aan boord van het Nederlandse marinevliegtuig worden de Russische schepen nu op allerlei manieren geobserveerd. De frequenties van de verschillende radarsystemen van de Russen worden vastgesteld. Men probeert radiocommunicatie af te luisteren en dan worden sonarboeien afgeworpen. De hele operatie gebeurt in nauwe samenwerking met andere NAVO-landen. Zo vloog er de afgelopen nacht een Amerikaans marinevliegtuig boven het nieuwe Russische vliegtuigschip en hangt er op dit moment een toestel van de West-Duitse marine boven. Overigens, niet alleen uit de lucht worden de Russische schepen gevolgd, want hier vaart ook een fregat van de Britse Royal Navy mee. Waarom worden de Russen zo scherp in de gaten gehouden? De belangrijkste reden is dat je niet ongemerkt een aantal schepen bij elkaar op de oceaan krijgt, waardoor ze dus eventueel in de wereld machtsverhoudingen een rol gaan spelen. Het is dus bij wijze van spreken met militaire middelen bepaalde politieke doelen van de Russen in de gaten houden. De bedoeling is gewoon dat wij die positie blijven vaststellen. Of zij daar politieke bedoelingen mee hebben, dat kunnen wij niet vaststellen.